Van bouwpakket tot boot. De leerlingen van het Minkema College in Woerden hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een sloep van staal. En het is gelukt. De boot drijft. Ik heb ook nog nooit zo'n klus gehad. Dus ik vond het wel leuk. Ja, dat is mooi. De boot leggen in het water, hij drijft. Is niet uit elkaar gevallen. Diploma. Hartstikke mooi. Om mee te werken aan de bouw van de boot moesten de leerlingen solliciteren. En vervolgens vergaderen, een taakverdeling en een planning maken. Net echt dus. Ja, het is uitdagend. Uitdagend voor de jongens. Boeit. Interessant. Dus ik bedoel, volgens mij is dat het mooiste onderwijs dat er is. De jongens hebben nog nooit eerder een boot gebouwd. En ook nog nooit zo intensief moeten samenwerken. Je werkt natuurlijk met z'n vier en alle vier heb je een andere mening. En af en toe werd dat wel eens een beetje te veel. Zaten we wel in de klunt, hè? Ja, daar leer je toch weer van dat je met elkaar het moet bespreken hoe je het wel moet doen. En niet weglopen of boos worden of wat dan ook. De leerlingen hebben heel wat opgestoken van het project. Toch kiezen steeds minder scholieren voor techniek. Ook op het Minkema College loopt het aantal aanmeldingen terug. Maar de vraag naar handige jongens blijft. Een bouwvakker blijft nodig. Metselaar heb je nodig. Metaalbewerkers heb je nodig. Automonteurs moeten er blijven. Elektrobedrijven hier in Woerden omstreken zitten te schreeuwen om mensen. Het viertal is klaar voor het echte werk. Janno mag vanavond zijn diploma ophalen. En volgende week begint hij aan zijn eerste baan. Ik moet baggerboten om sloten en grachten uit te diepen maken. Voor buitenland. Mooi werk.